Bedankt voor jullie aandacht. Jullie behoren tot een kleine groep in de samenleving die zijn mobiel 2,5 minuut weg kunnen leggen. Want wie zit er tegenwoordig nou niet de hele tijd aan dat schermpje vastgeplakt? Natuurlijk, ik maak me hier zelf ook schuldig aan. Om de 10 seconden even mijn mobiel kijken, even mijn Facebook, mijn WhatsApp, mijn Twitter checken. Maar aan de andere kant weet ik ook hoe vervelend het is om met iemand te praten terwijl die persoon drukker bezig is met zijn mobiel dan met mij. Denk eens na. Doe jij dit zelf ook niet? Eigenlijk is het toch heel onbeschoft. Het is gewoon je hoofd wegdraaien eigenlijk en met iemand anders gaan praten. Waar gaat het dan heen met deze wereld? En eigenlijk zijn we ook best nutteloos bezig. Want hoeveel tijd verliezen we niet door social media? Hoe vaak gebeurt het niet dat we ons gaan voornemen om vroeg te gaan slapen of uh, eens even gaan te leren. En dat mislukt dan altijd grandioos omdat we eigenlijk te veel bezig zijn met onze mobiel. We moeten leren wanneer social media leuk en handig is en wanneer ongepast en tijdrovend. Nog zo'n voorbeeld. Tegenwoordig hebben basisschoolkinderen al Facebook en hebben ze in, te, in groep 6 al selfies van zichzelf genomen. Gaat het niet allemaal veel te ver? Verliest de jeugd zo zijn eigen jeugd niet? Moeten we het dan maar voor lief nemen dat het speelplein wordt vervangen door een schermpje? Zeker, social media is leuk, maar toch wil ik jullie dit meegeven. Kijk verder dan je iPhone. Doe eens iets anders dan alleen maar bezig zijn met je mobiel, tablet of laptop. Is het niet veel leuker om naar de stad te gaan met vrienden zonder de hele tijd op je mobiel te kijken? Kijk verder dan je iPhone. Ook al is social media leuk, vergeet de echte wereld niet. Leg af en toe je telefoon eens weg en praat eens face-to-face -face met de mensen om je heen. Het is toch veel leuker om iemand, om iemand in het echt te zien lachen dan uh, smalies te zien verschijnen op WhatsApp? Laten we nou eens wat vaker onze telefoon wegleggen en niet zo aan alle beeldschermen vastgeplakt zitten. Laten we eens wat vaker praten met de mensen om ons heen in plaats van met onze WhatsApp-contacten. En laten we naar de wereld om ons heen kijken in plaats van naar snoepjes die kapot splashen in Candy Crush. Het is maar een kleine verandering voor onszelf. Maar als we, hier, als we hier allemaal ons best voor doen, kan het een grote verandering zijn voor onze generatie. Want zou het niet een stuk gezelliger worden als we niet allemaal kijken naar onze telefoon, naar de mens, maar naar de mensen die erachter schuilen? Kijk eens verder naar je iPhone.